Hey, goed dat je er bent. Deze economieles gaat over de marktvorm monopolie. Doe je mee? We hebben het over monopolie, over soorten monopolies en over de doelstellingen die een monopolie kan hebben. We beginnen met een vraagje. Wat weet je al van monopolies? Schrijf je antwoord op of schrijf op waar je aan denkt als je het woord hoort. Schrijf niet het bordspel op, dan kom ik er later weer op terug. Even een korte terugblik op de video over marktvormen, waarin ik heb uitgelegd dat er perfecte en niet-perfecte markten zijn. Waarbij het verschil is dat perfecte markten markten zijn waarbij aanbieders individueel geen invloed op de prijs kunnen uitoefenen. Op niet-perfecte markten kunnen individuele aanbieders dat dus wel. Een perfecte markt is een markt met volledige mededinging. En bij de niet-perfecte markten vinden we de markt van monopolistische concurrentie, oligopolie en monopolie. Die markten delen we verder in volgens drie indelingscriteria: concurrentie, volkomenheid en vrijheid. Dan even inzoomen op die markt van monopolie. Daarin is geen concurrentie, dat is dé eigenschap van de monopoliemarkt. En daardoor is er ook geen volkomenheid. Je hebt maar één product, je kunt niet vergelijken met andere producten, dus je kunt ook niet weten waarom je wel of niet iets zou willen kiezen. Er is geen vergelijking tussen aanbieders mogelijk, want er is er maar één. En er is geen sprake van informatietransparantie. De aanbieder weet alles over het product en die weet precies of de prijs wel of niet eerlijk is, etc. En dat weet je als vrager niet. Het is ook niet echt een vrije markt. Het is heel moeilijk om toe te treden. Als er één aanbieder is die alle klanten bedient, is het heel moeilijk om daar de concurrent van te worden. Maar het is ook soms heel moeilijk om uit te treden. Als jij ProRail bent in Nederland en alle spoorwegen in je bezit hebt, dan kun je moeilijk besluiten een ander bedrijfstype te worden dan een bedrijf dat spoorwegen regelt. Je hebt daarin zoveel geïnvesteerd, je zit als het ware vast in in dat bedrijfstype. Het is ook geen perfecte markt. Het is een niet-perfecte markt, omdat de monopolist alle vragers bedient en ook de enige aanbieder is, kan de monopolist zelf bepalen hoe hoog de prijs is. We kunnen drie soorten monopolie onderscheiden. Eerst natuurlijk monopolie, waarbij op een markt door concurrentie één aanbieder de rest allemaal overneemt of van de markt verdrijft en daarbij als enige overblijft. We kunnen ook spreken over een wettelijk monopolie, waarbij de overheid, bijvoorbeeld een medicijnfabrikant, 20 jaar lang het alleenrecht geeft om dat medicijn te produceren. En je kunt ook denken aan een busmaatschappij die als enige in een stad mag rijden. Het kan komen door octrooien of patenten, dat zijn dus die alleenrechten om iets te maken. Dan kun je een beetje als hetzelfde beschouwen. Of concessies, een vergunning om als enige iets te mogen doen, bijvoorbeeld een busmaatschappij. Daarnaast hebben we ook nog het collectief monopolie, waarbij een groep bedrijven als het ware als één grote aanbieder gaat optreden door afspraken te maken over de prijs. Dat mag alleen niet. Dat noemen we kartelvorming. Dat is verboden omdat dat misbruik maakt van de macht die ze dan hebben. Even een vraagje tussendoor. In een gehucht staat één kapperszaak, die van Rocco. Alle inwoners van het gehucht laten hun haar ook door Rocco knippen. Rocco's kapperszaak is dan een voorbeeld van een. Pauzeer de video, schrijf je antwoord op en dan kom ik er zo op terug. Er is hier sprake van een natuurlijk monopolie. Waarom? Nou, er is maar één kapperszaak. Het komt niet omdat de overheid het heeft voorgeschreven. Het komt ook niet door prijsafspraken. Nee, er is er gewoon maar één. Dat is dus een natuurlijk monopolie. Zo zie je ook dat niet per se de concurrentie hoeft te komen. Als je simpelweg de enige bent op een plek, dan heb je op die plek van die doelgroep, ja, dan heb je alle klanten. Dan ben je monopolist. De marktsituatie van de monopolist die vergt dat we even wat inzicht krijgen over de verschillende lijnen op een markt. Eerst de vraaglijn. Ja, de monopolist is alleen op die markt en daarom komt alle vraag naar de monopolist toe. Dat betekent dus dat de vraaglijn voor een monopolist eigenlijk gelijk is aan de prijsafzetlijn, de lijn die de afzet die een monopolist maakt vergelijkt met de prijs. En dat betekent ook dat het gelijk is aan de gemiddelde opbrengstenlijn. Dus als jij een bepaalde prijs vraagt, is het ook meteen je gemiddelde opbrengst per persoon. Aan de andere kant is de aanbodlijn voor een monopolist. Ja, het aanbod op deze markt hangt volledig af van de marginale kosten van die monopolist. Als de monopolist voor meer kan verkopen dan de marginale kosten, dan biedt hij aan, anders niet. Dus je ziet dat de aanbodlijn gelijk gaat zijn aan de MK-lijn. Dat moeten we even meenemen naar de volgende afbeelding. Laten we eens nadenken over een situatie van de monopolist met deze QV-lijn. Dat is ook de gemiddelde opbrengstenlijn van 10 naar 10. En deze monopolist die gaat streven naar maximale opbrengst.
Nou, als je daarnaar streeft, dan willen we in ieder geval weten hoeveel is mijn totale opbrengst. En daar kunnen we een lijn voor tekenen. De totale opbrengstlijn die teken je door de GO-lijn te nemen en op alle punten van de GO-lijn de y-as keer de x-as te doen en daar een lijn van te tekenen. Die lijn ziet er zo uit. Dus bijvoorbeeld het middelpunt nemen we 5 keer 5, komt uit op 25 en daarom is de piek daar. Nou, dat kun je voor ieder punt doen en dan krijg je deze gekromde lijn. De piek van die lijn is dus de totale opbrengstlijn op zijn maximum. Daar heb je dus maximale opbrengst. Daar kan de monopolist naar streven. Dat betekent dat ze de prijs moeten stellen op 5 euro. Dat kun je ook zien door te kijken naar de marginale opbrengstlijn. De marginale opbrengstlijn zegt iets over de hellingshoek van TO. Die hellingshoek is positief, 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 positief. Op de piek is er geen helling, daar zie je precies 0. En daarna wordt de helling negatief. Nou, en die helling wordt verteld door de MO-lijn. Dat is namelijk de afgeleide van de TO-lijn. Dus je ziet hier, hij is positief, positief, positief. Hier is de helling in één keer 0. Dus waar MO is 0, daar kun je zeggen, daar maakt de monopolist maximale opbrengst. We gaan weer een stapje uitzoomen. We nemen de GO-lijn weer, die gelijk is aan de vraaglijn en die ook gelijk is aan de prijsafzetfunctie. We nemen ook de MO-lijn, eventjes weer op een kleinere uitgezoomde schaal. En we tekenen hier de MK-lijn bij, de marginale kostenlijn, die voor een monopolist gelijk is aan de aanbodlijn. Als we naar het evenwicht zouden kijken, QV is QA, dan zouden we zeggen dat er een heel groot consumentensurplus is. Alles boven namelijk die prijslijn van 2 op het evenwicht is consumentensurplus, maar er is geen producentensurplus. Nou zou het zo kunnen zijn dat een monopolist graag maximale winst wil. In de video over maximale winst heb ik uitgelegd dat maximale winst wordt bereikt als een bedrijf het punt zoekt van MO is MK. Die snijden elkaar hier. En wat doen we dan vervolgens? We pakken het punt MO is MK en gaan dan vervolgens vanaf dat punt omhoog naar de prijslijn. De lijn die de prijs kan weergeven. Dat is bij een afzet van 4. En bij een prijs van 6. De monopolist die dus naar maximale winst streeft, die stelt de prijs op 6. Terwijl de evenwichtsprijs eigenlijk 2 zou moeten zijn. Nou, wat gebeurt er dan? We krijgen een Harberger driehoek. Er gaat welvaart verloren. Er is een stuk vragers dat niet wordt bediend. En een stuk van het consumentensurplus wordt producentensurplus. Namelijk een stukje winst voor de producent. Terwijl juist het consumentensurplus wordt aangevreten. Maximale winst vinden we dus als we kijken waar is het punt MO is MK. Dat is het eerste waar je naar zoekt. En daarna ga je vanaf dat punt omhoog naar de GO-lijn. Dat is namelijk gelijk aan de lijn waarvan je de prijs kunt aflezen. Dus dan ga je omhoog, zie je dat. En dan ga je naar de linker prijsas, de verticale as. En dan weet je welke prijs daarbij hoort. In een situatie waarin de overheid aan een busmaatschappij een wettelijk monopolie heeft gegeven, kan de overheid zeggen, je mag alleen monopolist zijn, alleen hier met je bus rijden, als je kostendekkend werkt, maar geen winsten maakt. Dan moeten we de MO-lijn even negeren en moeten we nadenken over de break-even-analyse. Waarin we zeggen, nou, wanneer is de TK, totale kostenlijn, gelijk aan de TO-lijn? Dat is in dit geval bij een afzet van 2000 en een afzet van 7000. Nou, vervolgens moet die monopolist dan de prijs gaan instellen die daarbij hoort. Hoe komen we aan die prijs? Dan moeten we weer eventjes een schaalverkleining doen. Dit is een totaalplaatje, even deze twee lijnen. Dus dan moeten we een schaalverkleining doen naar deze kant. En dan zeggen we, oké, hier is de GO-lijn weer. Hier is de gemiddelde totale kostenlijn. Die snijden elkaar op dezelfde twee afzetpunten. Maar daar kun je wel prijzen bij aflezen. Dus bij dat eerste afzetpunt zie je een prijs van 8. En bij de tweede zie je een prijs van 3. Dus bij kostendekking moet je nagaan, oké, waar is TO gelijk aan TK? Of waar is GO gelijk aan GTK? Ja, als je de GO-lijn hebt, die is gelijk aan de prijslijn. Dus daaraan kun je een prijs aflezen. Dan weet je precies welke prijzen moeten worden ingesteld om kostendekkend te werken. Terug naar de beginvraag. Wat weet je al van monopolies? Probeer je antwoord van het begin nu aan te vullen met de drie kernbegrippen uit deze video. We hebben het gehad over monopolie, soorten monopolies en doelstellingen van monopolies. Je kunt nu uitleggen wat een monopolie inhoudt. Je kunt verschillende soorten monopolies van elkaar onderscheiden en je kunt de doelstellingen van de monopolie grafisch weergeven. Als je hier iets van geleerd hebt, abonneer dan op mijn kanaal.
En kijk vooral ook even op mijn Instagram en Facebook. @MeesterPatrick Economie. Bedankt voor het kijken. Doei!